Oh, we moeten cijfers zoeken. Ze zou met een monster gezien zijn, wat? Yo, Nintendo fans! Jullie kijken niet naar Zelda Skyward Sword, hè? Nou ja, jij wel, want jij ziet nu dat ik dit zeg. Maar knaffen dat duimpje omhoog, want ik heb het idee dat bijna niemand Zelda Skyward Sword wil zien. Ik ga het toch nog een keer proberen. En we moeten terug naar het hemelrijk, want we moeten een fragment daar gaan inleveren. Daar is onze vogel! Hey, ons super Loftwing! Meester Link! Toen hij dat godinnenblok met een hemelstraal raakte, nam ik waar hoe de energie ervan naar een plaats in het hemelrijk ging. Oh, oftewel, is het... daar moeten we naartoe, denk ik dan? Oké, okay, let's go, let's go. Eens even kijken waar dat dan is. Daar is dat. Op dat eilandje. Wat is dit een portal of zo? Als we daar doorheen gaan, gaan we dan sneller of zo? Of misschien ligt daar wel iets. Ik wil even hier tussendoor. Ik wil even kijken wat hier is, jongen. Wat is dit? Wat is het voor supersonisch ding? Ja, inderdaad. Dan ga je gewoon lekker snel. Wow, dat is super vet. Dit is Pompoeneneiland, denk ik. En kan ik hier dan... hoe moet ik hier landen, jongens? Moet ik hier landen dan? Ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil hier landen. Oh, zo. Gewoon zo. Oh, oh, parachute. Ik ging boven op mijn bakkes. Volgens mij bedoelen ze dit kistje trouwens. Dus even kijken wat er in de kistje zit, joh. We hebben de buidel groter gemaakt. Dat is super chill, want ik had continu 300 roepies. En nu kan ik dus meer roepies fixen? Nee, dit is niet voor roepies trouwens. Eens even kijken, dit is ook een mooi huisje. Wat is er in dit huisje dan? Pompoenhuis. Is dit een cafeetje? Daarbovenop zit gewoon... Ah, kijk. Daar zit gewoon een kwart hartje, joh. Hoe kom ik daar dan? Maar hoe ga ik dat pakken? Misschien weet deze man het. Ik had niet gedacht je hier tegen een lijf te lopen. Je vraagt ze zeker af wat ik hier doe. Ja, zeker. Wat doe je hier? Hij houdt van insecten. Hij zoekt overal insecten. Met een net kunnen we ze vangen. En die moeten we fixen bij Beetle. Oké, meneertjes, mevrouwtjes, kunnen jullie mij helpen? Deze meneer zegt dat hij een demon gezien heeft. Ik geloof jou wel, jongen. Rustig maar. En nu? Voor de rest kunnen we niks met die informatie. Aan je mooie uniform te zien ben jij een van de ridders van Skyloft, niet? Maak het jezelf gemakkelijk. Hou je maar niks in de hoofd over die roepies op de kroonluchten. Als je die naar beneden probeert te krijgen, zal papa niet blij met je zijn. Misschien dacht je eraan ergens tegenaan te stoten. Zouden we natuurlijk kunnen proberen. Oh nee, ik maak alles hier kapot, jongen. Oh, nee. Hoe vaak moeten we dit doen? Ja. Niet heel die kroonluchten, toch? Ik wou alleen dat hartje hebben. Jij daar, kom onmiddellijk naar beneden. Ik kom eraan. Ik wil best betalen voor je kroonluchter. Dat maakt me echt niet uit. Ik wou gewoon alleen dat kwart hartje hebben. Ik wilde dit. Daar ging het me om. De roepies mag je houden. Ik hoef de roepies niet te hebben. Oké, meneer, sorry. Hij zegt, ben je gek geworden? Wat moet dat voorstellen? Je hebt mijn kostbare op maat gemaakte kroonluchter vernieuwd. Wacht maar, je gaat voor mij werken tot je alle roepies die dat ding heeft gekost terug hebt verdiend. Ja joh, ik betaal wel gewoon joh. Rustig maar. Hij wil niet dat ik betaal. Ik moet zijn soep naar Arend Skylofts riddercommandant brengen. Is goed, dat doe ik man. Ik moet toch daar naartoe. Ik ben toch onderweg. Zo, even mezelf oplappen zodat ik ruimte heb in een fles. De hete pompoenensoep. PostNL tot uw dienst. Hij blijft maar 5 minuten warm. Dus moeten met 5 minuten moeten we... Oh, oké. Ja. En dan gaan we van het platformpje afspringen straks. Oeh, kijk al die heerlijke pompoentjes hier, joh. Volgens mij was het pompoentje aan de andere kant. Ik bedoel het platformpje. Volgens mij moeten we gewoon hier vanaf springen. Springen! En dan moeten we nu onze Loftwinkie roepen. Ja, en dan moeten we nu naar Skyloft. En dan gaan we weer snel proberen hier om deze speedboost te pakken. Go! Ja, top. Kijk, zo gaan we dat wel redden in 5 minuten. Oké, dan gaan we even flink omhoog. Zodat ik straks eens op tijd ben met mijn parachute pakken. Oké, welke knop was dat? Welke knop was dat parachute? Deze knop was mijn parachute. Oké, snel naar mijn grote vriend. Naar de baas, naar de eindbaas. De riddercommandant. Ja, is die... Ik weet alleen niet waar die is nu natuurlijk. Zou die in het kasteel zijn gewoon? Meneer de commandant, bent u hier? Want ik moet natuurlijk hier zijn. En ik vraag me af of hij nou ook hier naartoe komt. Nee, nog niet? Oké, dan ga ik hem eerst zoeken. Ja, hoe moet ik nou weten waar die is? Heb ik geen map of zo? Nee, zo te zien niet. Potverdorie. Dit is de plek waar de wapenman is volgens mij. Deze soep gaat bederven. Oh nee, dit is wel de ridderacademie. Dit is de badkamer. Zelda's kamer. Ja, dan moet hij hier wel ergens zijn. Karane? Nee, die moeten we niet hebben. Meester Cornelius, die moeten we ook niet hebben. Ja, toch? Nee.
Ik weet het niet meer. Nee, dit is niet de riddercommandant. Ik dacht dat hij het was, maar hij is het niet. Volgens mij moeten we juist wel naar die gast die met die zwaarden. Die is volgens mij net hier buiten. Daar is dat volgens mij, toch? Dit is de trainingsruimte. Riddercommandant, ben jij dat? Ja, toch? Ja, dit is Arend. Wacht, ik ruik iets. De hartig zoete geur. Is dat mijn favoriete pompoensoepie? Ja hoor, ik kom het brengen naar je, vriend. Geef me de soep, alsjeblieft. Ik heb soepie voor je. Pompoensoepie. Dat is trouwens echt serieus lekker. Ik eet dat ook wel eens. Pompoensoepie, courgette soepies. Dat zijn echt lekkere soepies. En hij zegt, er gaat niks boven een hete pompoensoep. Wat lekker. Bedankt de waard maar namens mij. Oké, dan is nu mijn schuld vereffend of ingelost. Dan gaan we nu snel doen wat we moeten doen. Namelijk hier naartoe. Let's go! In de vorige video hebben we dit deel van de amulet of het tablet of hoe je dat nou weer noemen wil gevonden. En die moesten we hierin doen. Kijk! En dat opent waarschijnlijk de weg naar een nieuw koninkrijkie. Waarschijnlijk hebben we nu een nieuw pad door de wolken, ja. Kijk! Daar kunnen we nu naartoe. Maar eerst staat Gaia hier te roepen. Die zegt, Sijsje, waar zou Sijsje toch zijn? Oh, Sijsje, waar ben je toch? Stel dat ze ontvoerd is. Oh, Link. Yo, ik moet nog even naar de waard. Ik moet nog even zeggen dat ik de pompoensom heb afgeleverd. Heb ik Sijsje gezien? Nee, ik heb jouw Sijsje niet gezien. Oh, we moeten Sijsje zoeken. Ze zou met een monster gezien zijn. Wat? Maar hoe moet ik haar dan vinden? Moet ik nu gewoon random hier overal naartoe gaan lopen om Sijsje te zoeken? Ik heb wel trek in een sausijsje, dat wel. Hallo, heb jij Sijsje gezien? Gisteren was ze bij de begraafplaats. En de begraafplaats is daar, zag ik. Ik zag het precies in mijn ooghoek, achter de cam. De begraafplaats, die is hier zo. Oké, moeten we al die grafstenen nu gaan onderzoeken dan, of zo? Laten we even verplaatsen. Er zitten overal roepies in, blijkbaar. Het is niet echt heel erg respectvol, Link. Je bent niet respectvol bezig in deze video. Waarschijnlijk moeten we ze niet allemaal omzetten, maar slechts een paar. En dan gaat er waarschijnlijk, denk ik, iets open of zo. Maar hoe moeten we weten welke we om moeten zetten dan? Deze vrouw loopt hier vlakbij de begraafplaats. Misschien weet zij meer. Er is een kind vermist dat op de begraafplaats aan het spelen was. Nou, weet je meer dan, of niet? Maar hier in de buurt woont een oude man die altijd tiert over monsters die zich hier op Skyloft schuil houden. En waar is die dan? Zie je, hij is bij die oranje poen. Daar moesten we toch naartoe. Dat was die guy inderdaad die zo bang was voor monsters en zo. En dat is daar, bij die blauwe straal. Let's go! Lekker man, daar moesten we toch al naartoe. Oké, daar zijn we weer. Hey. Faceplant. Meneer. Ik heb de pompoensoep afgeleverd. Je hebt Arend de soep bezorgd. Ik zal de vergoeding voor dit klusje van je schulden afhalen. Maar ik ben nog niet klaar. Ja, gast. Hij is wel veel eisend hoor. Maar dude, jij weet misschien waar dat meisje is. Hij zegt, heb je wel eens van de demon van Skyloft gehoord? Zo'n duivelsmonster heb je nog nooit gezien. Eerlijk waar, dat kan ik niet. Want niemand die de demon gezien heeft, kan het navertellen. Maar hoe kan hij het navertellen dan? Hoe weet hij dat dan? Hij zegt, ja, ik zag hem wel, maar ik kon net op tijd wegkomen. Ik heb razendsnelle reflexen, dus ik was er meteen vandoor. Zonder die snelle reflexen had ik niet eens genoeg tijd om te gillen. Hoe dan ook, ik heb dat ding gezien. Echt! Er staat een grote boom op de begraafplaats. Ik liep midden in de nacht voorbij de boom en toen zag ik het. Het monster sloeg tegen de grafsteen die het dichtst bij de boom staat. En die lichtte op. Daarna duwde hij tegen de grafsteen en toen ging de deur van de schuur die daar vlakbij staat uit zichzelf open. Monster ging de schuur en hij deed de deur weer achter zich dicht. Verrassend beleefd voor een demon. We moeten niet midden in de nacht naar de begraafplaats gaan, zegt hij. Dan moeten we dat waarschijnlijk precies wel doen. Oké, we gaan terug. Oké, dus de steen die het dichtst bij de boom staat, ja, dat is deze. Dan moeten we deze duwen. Dan zou de schuur open moeten gaan. Maar ik denk dat we dit 's nachts moeten doen. Ik pak gewoon even het dichtstbijzijnde bed. Slapen tot de nacht. Let's go. Oké. Deze steen verplaatsen. Nee, er gebeurt niks. Nou, moest het ook eerst slaan misschien, hè? Volgens mij zei hij dat. Oh, ja. Oh, kijk dan. Dat moesten we doen. We moesten hem eerst slaan. Oké, maar nou weet ik niet per se of we dit 's nachts moesten doen. Ik weet niet of dit de slimme keuze is. Anyways, ik maak deze video's ietsjes korter. Dus doe een duimpje omhoog voor de volgende aflevering. En vergeet dan zeker ook niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende Zelda video. Of de volgende Miitopia video. Of de volgende Pokémon video. Laat even weten welke jij het beste vindt of zo. Mazzel!